ik ben Mark Alkema. Ik speel vanaf mijn 9e bij het G-team van SEF uit Leidschendam. Voetbal is mijn grootste hobby en ik haal er veel plezier uit. Ik heb al 8 seizoenen een seizoenskaart van Feyenoord en ik kijk met veel plezier alle voetbalwedstrijden op tv. Yes! Ik vind dat mensen met een beperking moeten sporten om in beweging te blijven en dan blijven ze allemaal gezond. Ik doe via de Breda School heel veel verschillende activiteiten, zoals basketbal, boksen, cricket, dansen en voetbal. Ik vind het leuk om verschillende sporten te doen om te kijken wat ik het leukst vind. Daarnaast vind ik het niet leuk om thuis te hangen, maar lekker bezig te zijn. Ik vind dat alle jongeren moeten sporten omdat het leuk en gezond is. Ik ben Tigo van Proosten. Ik speel sinds 2014 hockey bij Cartouche. Ik speel met een team voor kinderen met een lichamelijke beperking. Ik heb hypermobiliteitssyndroom. Dat houdt in dat ik leniger ben dan andere kinderen en dat ik slappe spieren heb. Ik vind hockey leuk omdat je kan nieuwe vrienden leren kennen en ik kijk elke dag ernaar uit om te hockeyen. Ik vind dat mensen met een beperking moeten sporten omdat je hoort er echt bij en je spieren worden er beter van. Ik ben Marianne van Twist, ik ben 67 jaar en ik ben vakleerkracht gymnastiek. En ik geef wekelijks damesgymnastiek en ook ouderen. En dat is een hele leuke, blije bewegingsvorm. Wat ik zelf doe op het gebied van bewegen is spinnen, fitness, fietsen en wandelen. Ik vind dat alle 60-plussers moeten bewegen. Gewoon omdat je daar blij van wordt. En niet in je eentje, maar lekker iemand meenemen of met een klein groepje. Ga je heerlijk naar buiten, heerlijk lekker een lange wandeling maken. En daarna een kopje koffie. Ik ben Fuf Kingma. Ik speel cricket bij Voorburg Cricket Club en bij het Nederlands elftal. Cricket is voor mij belangrijk omdat in mijn familie is cricket sport nummer 1. Ik zie heel de wereld mee door alle tripjes met Nederlands elftal en het is mijn werk geworden. Ik vind dat alle jongeren moeten sporten omdat het goed is voor je sociale ontwikkeling, voor je zelfvertrouwen en je kan doelstellingen zetten. Maakt niet uit of je professioneel speelt of op amateurniveau. Hier staat een ongelooflijk trotse wethouder sport van de gemeente Leidschendam Voorburg. We zijn een echte sportminded gemeente en we hebben heel veel sport aan bod voor jong en oud, ook mensen met een lichamelijke beperking of een geestelijke beperking. Iedereen die kan sporten, die kan dat hier gewoon doen.